Hoi, ik ben Cynthia. En ik ben Erwin. En dit is Hoop, ergens. En wij zijn Straying Around. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. We zijn vandaag in Plankenwambuis. Het is helaas echt lekker Hollands herfstweer. Maar dat houdt ons nooit tegen om te wandelen. En Hoop ook niet. We gaan vandaag de roeipaaltjesroute volgen. De wandeling heet de Bunderkamp in Plankenwambuis. Ik geloof 5,3 kilometer, maar pin me er niet op vast. En ja, het is een mooie boswandeling. Dus dat gaan we doen onder de paraplu. Onder de paraplu. Zo, lekker vieze plassen. We hebben straks geen witte hond meer. Straks, het is altijd zo grappig hè, dat Hoop in het bos echt overal dwars doorheen staat. En in de stad is het, we krijgen een vieze pootje. Hey, hoop, hoop. En we zitten nu al klem. Oké, we gaan even emergency riempje losmaken. Nee. Zoals je ziet ruikt ze heel veel, dus als je Erwin heel hard nee hoort roepen, dan is het omdat we even moeten corrigeren, want anders zitten we elke keer vast met de lange lijn omgewikkeld om de bomen heen. En dat is niet zo chill. Ah, het is wel schitterend hoor. Wel mooi heen. Mooi geel. Ja, juist door de regen is het overal in het bos zo mooi nu. Dus ja, het heeft ook zijn voordelen. En je kan je gewoon goed schuizen, een goede jas en we hebben een paraplu. Dus. Niks aan het handje. Kijk, goede bewegwijzering. Allemaal rode pijltjes overal. Oh, een poep-emergency. Dat is heel leuk om te filmen. Wist ik ook niet, maar ik wilde even dit laantje filmen dat dat zo mooi rood is. Sorry. Ja, druppeltjes hè. Maar hij is lekker waterdicht. Dat is zo fijn met de GoPro. Ja, zijn we klaar? Oké, we kunnen weer weg. Kijk, kom je echt langs zo'n hele mooie laan hier. Het is echt altijd een mooi stuk. En het was net te laat. Ik wilde net zeggen, weer of geen weer. Altijd rollenbol weer. Waardoor ze nu weer met de lijn in de knoop zit. En go! Trek ze ook een sprintje, jongens. Ja, we gaan kijken dat ze hem niet omver trekt. Ja, sowieso. Rood, waar is rood? Hop. Ja, het is wel leuk met herfstkleur om rode pijltjes te volgen. Daar is volgens mij niet echt over nagedacht. Nee. Ik zie hem. Deze is echt goed bewegwijzerd, zover we weten. Dus we hebben deze ook al wat vaker gedaan. Kom op, naar rechts. Hoppie, deze kant. Ja! Kijk, daar netjes weer een paaltje. Oh, zakte bijna helemaal weg. Gelukkig goede wandelschoenen aan. Ja, hoop je echt sporen aan het zoeken. Kijk eens hoe gaaf, jongens. Kabouter Spillebeen is er niet. Voor degene, ja, voor degene die het niet kennen. Kijk eens. Nou, daar ga ik even een fotootje van maken, hoor. Zo, nou lopen we langs een stukje heideachtig. He, aan de zijkant, dadelijk links, hebben we een heideveld. En een hoop ruikt weer iets. Ja. Lijkt al iets minder te regenen. Ja, hè? Ja. Valt mee. Ja. Bijna. Sowieso het voordeel van regen is eigenlijk dat het gebied nog rustiger is. Ja. Want het altijd al aardig is op maandag. Maar nu helemaal. Het is niet zo weer wat wilds. Ja. Behalve moet, dat. Behalve dat, ja. Moet kunnen hier in principe. Ja. Plankenwambuis zitten ook heel veel zwijnen en herten. Dus het zou kunnen. Ja, je weet het nooit. Nee. Maar we kunnen in ieder geval zeggen, en we hebben het bewijs met jullie van vorige keer, dat we zelfs met hoop kunnen we het zien. Ja. Dus. Kijk, ik vind het zo'n mooi bos hier ook. Ja, hè? Allemaal berkenbomen ertussen. Ook heel afwisselend qua bomen wat er staat.
kijken, ik denk dat je het wel kan zien. Nu lopen we langs een mooi heidestuk. Waar volgens mij wel echt wild zit om eten te zoeken. Ja. Rond bepaalde tijden natuurlijk. 'S ochtends vroeg met schemer en 's avonds met schemer. En meestal met dit weer ook. Maar goed, we zijn vrij vroeg in de middag. Nou zei ik dat bij Delerwoud ook. Ja. Dus you never know. Nou, zouden ze daar al... Gaan ze meestal daar wel aan de rand van het bos. Zoeken ze dan wel eten inderdaad op een open vlakte. Maar... denk... eventjes... Oh. Leven jullie nog? Was de paraplu tegen het scherm? Dat is het voordeel van een GoPro, die kan aardig wat hebben. Aangezien sporters er weet ik het wat mee doen. Hier een leuk bankje. Zo, nu lopen we echt weer in bladeren dek. Kijk uit. Oh, lekker baggeren. Ah, druppels in mijn nek. Ja. Dat was een lekkere diepe. Ja, daar verdwijn ik helemaal onder water. Nou, hoop heeft nog een soort van wit, dus het valt allemaal nog mee, zeggen we dan. Hè? Als we nog wit zien bij hoop, dan is het nog goed. Dan is het nog goed. Ik vind het altijd een sfeer geven als je zo door die bladeren heen loopt. Ja. Komt het kind weer in je naar boven of zo. Ah, dat je, heb je dat vroeger niet gedaan, kastanjes gezocht? Nee. Ik wel. Wel wat bladeren trappen. Omhoog gooien. Kastanjes zoeken en dan ging ik ze altijd beschilderen. Ik vond spinnenwebben maken ermee met satéprikkers en touw van een gereed aan. Oh ja, dat klopt. Dus ik ging ze altijd beschilderen. Ik maakte er altijd echt poppetjes van. Met gezichtjes en zo. Je moet toch wat doen? Ja. Ja. In de herfstvakantie. Zoals je ziet gaat ze echt van links naar rechts. Die heeft het zoveel in de neus zitten. Allemaal beukennootjes ook hier. Nou, dat kan je denk ik net niet zien. Kijk dan, mooi. Echt gewoon geel en bruin en rood. Hopie, kom. Deze kant. Kom maar, deze kant. Ja. Die geniet wel. Kan iemand mij vertellen waarom de ene dennenboom groen blijft en deze echt helemaal geel worden? Oh, hier staat ook nog. Die is omgestapt. Oh, en daartussen. Echt, sorry, ik zag even vliegen zwammen. Blijft leuk. Waarom deze eigenlijk geel en bruin worden? Dat, kijk, en die is nog hartstikke groen. Anders soort, hè? Ja, volgens mij ook. Kijk, hier staan er ook weer. Er zijn er wel veel hier, hè? Echt heel veel. Ik denk dat we er nu hier al een stuk of 10 hebben gezien. Inmiddels. Dus, goed vochtig bos dan, wat dat betreft, dat dat allemaal kan leven. Ja. Hier, ja, allemaal van die kleine bruine ook, die dan op boomstampjes groeien. Oh, het is nou bijna droog. Ja. Kijk, dit blijf ik zo'n raar fenomeen vinden. Het is schuim bij een boom, alsof het zeepsop is. Ik denk dat dat toch een soort van micro-organisme, schimmelachtig iets. Als je het weet, mag je het in de comments zeggen, uiteraard. Maar dat is een heel bizar gezicht, dat je gewoon schuim aan de onderkant van een boom hebt, vind je niet? Dat zijn de kabouters, die zijn aan het wassen. Die zijn zich aan het wassen, ja. Of hun spullen aan het wassen. Ik weet je toch? Oh, daarom was spullenbeen niet bij de paddenstoel, ja. Die zaten hier bij de boom. Ah. Dat was dan. Dat snapte ik niet. Dat is jou hier maar wonen, zeg. Ja, je hebt hier echt midden in het bos een huis met mensen die paarden ook hebben. Dat lijkt wel de A12. Ja, dit is de A12 nog, ja. Die hoor je wel een beetje, maar ja, dat is in Nederland sowieso vrij moeilijk om... geen snelweg te horen. Geen wegen ertussen te hebben, denk ik.
Aangezien we toch wel heel dicht bevolkt landje zijn. Dan nog is het super klein. Maar dan nog ligt het echt prachtig. Ja, ze hebben een mega lap grond erbij voor de paarden. Ja. Maar die staan nu lekker binnen, denk ik. Al is het niet heel koud. Nee. Normaal wordt hoop hier ook begroet door... Door een ander, die het erf bewaakt. De erfbewaker, ja. Maar die zit ook lekker warm binnen. Die leeft lekker droog binnen. We roken dat ze de kachel aan het stoken waren, dus die zitten lekker allemaal warm binnen. Nou is het niet koud vandaag. Het is echt 10 graden of zo, dus koud is het zeker niet. Het is alleen nat. Nat. Nou ja, dat is herfst. Weet je wat het de magic word is in dit weer? Nou? Gore-Tex. Ja, sowieso. 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 En dan allemaal dit. En een grote handdoek in de auto is ook de magic word. Wow. Aangezien we echt gewoon een zwarte hond hebben dadelijk. No! Kijk dan. Oh, wat erg. Oh, hoop, je bent echt zwart. En waarschijnlijk En toen was Erwin ook zwart. Cortex is het woord, hè? Cortex is het woord. Alleen nou ook nog op de broek. Ja, we hebben geen Cortex broek. Ook nog een bucketlist dingetje. Tenminste, een checklist dingetje. Bucketlist. Waterdichte broek. Waterdichte, ja, goede broeken. Ja, dat is wel prettig. Daar zijn we nog op zoek naar. En die vooral een goede pasvorm hebben. Ik weet niet of meer vrouwen hier last van hebben. Maar... ze maken ze echt gewoon recht toe recht aan. En sorry, maar vrouwenvormen zijn niet recht toe recht aan. Dus ja, die zitten vaak heel gek. Zitten bij de benen te ruim en van boven te strak. Ja. Schiet mij maar lek. Maar goed. Dus als er een merk bestaat met goede passende broeken die niet meteen €500 per broek zijn. Laat het me weten in de comments. Oh, zo waar, een wandelaar of een fietser. Waar? Ik zag iemand lopen. Schimmen. Maar die ging volgens mij dat andere pad in. Kan een fietser ook zijn geweest, want er lopen hier ook mooie MTB-routes. Voor als je fietser bent. Dat is wel prettig, dat aparte routes. Ja, dat vind ik dat ze dat in meer bossen moeten doen. Dat is voor de MTB'ers fijn, maar voor de wandelaars ook super fijn. Nee. En daar ging weer wat het neusje in. Dat is wel een mooi stuk hoor, moet je kijken. Donker. Heel dicht bos. Als hier geen wild zit, dan weet ik het niet meer. Zo'n horror. Nou, jij maakt het meteen wel weer heel spannend. Maar het ruikt hier ook wederom weer heel zoet. Dit weer zo. Hè? Het heeft echt weer zo'n zoete geur. Ja, nu is het alarm ging aan. Het is ook echt langs de rand hier bij het hek. Want er is een stukje omheind. Waarschijnlijk om dit soort bomen te beschermen tegen herten en zo. De jachtjong. Maar ze ruikt het echt langs het hek zo. Dus er is hier iets langs gelopen. Het is ook echt een mooi stukje dit, met wat wild gras, hele schattige kerstboompjes, leuk voor in de camper. Dat zeggen we altijd als we in zo'n bos lopen van kijk, zo'n kleintje is leuk voor in de camper, want wij zijn wel van de echte kerstbomen. Ja, niet van die nep dingen, hè? Nee. Wel die geur en dat dingen. Dus zelfs in de camper zal een kleintje komen, al is het er eentje op tafel. Ja. Zo, ik zak lekker weg ondertussen. Het is heerlijk drassig en weer heerlijk aan het regenen. Heerlijk. Ach ja, het hoort erbij. Het is goed voor de natuur. Je zal ons niet horen klagen. Ook al hoest het echt best wel hard. Maar goed, daar hebben we inderdaad spullen voor. Ah joh, het is altijd als je thuis komt, dan kan je alles weer lekker uit doen, lekker droog. Ja, dat zeg ik als je maar een handdoek in de auto hebt liggen. Dat is PvH. Aangezien hoop echt gewoon standje smerig is en dan ook gaat schudden altijd in de auto. Dus ik denk dat je zelfs de handdoek gewoon op er moet laten liggen als we gaan rijden.
Maar dit is zo'n mooi gebied. En het heeft zijn charme, hè? Bedoel, ja, ja, ja. Stronken worden wel heel goed. Boomstronkies. Kijk uit, hè? Kryptonite. Ja. Ja. Ik weet niet, het heeft wel altijd sfeer zo. Je hoort... Ja. We komen nu iets dichter bij de A12, maar je hoort in principe eigenlijk alleen maar het regen tikken op de paraplu. En hoop je wat blaffen. En verder is er gewoon niemand. Nee, heerlijk. Want iedereen die denkt, het regent. Nee, ik weet niet. Gewoon lekker gaan wandelen in de regen. Ja, het is heerlijk rustig. Ja. Ik ben natuurlijk weer net te laat, maar ik weet niet of je het kan zien, maar die plas is echt mega diep. Hoop zakte er echt gewoon in weg. Dat was niet normaal. Echt, tot aan de borst was ze erin. Oh, dit is wel een nadeel van dit gebied. Hier, weer zo'n plas. Daarom, jongens, neem een goede wandelbroek. Want anders krijg je dit. En het plakt gewoon aan je vast en droogt absoluut niet snel. Ook al is het maar een dunne katoenen broek. Helemaal niks. Ik loop nou volgens mij ook niet door het slimste pad, want dan denk je, oh, hier liggen minder plassen. Maar dat riet maakt je broek zeiknat. Oh, een hoop is zwart. We hebben echt een klein zwijntje. Kijk dan, jongens. Oh, maar kijk hier. Allemaal paddenstoelen, hè. Echt hele dorpen. Ja, lekker, hè? Plak lekker vast aan je benen. Echt. Het is niet erg regen, maar goede kleding is toch wel echt een ding. De jas is prima, maar de broek is echt niks. Huh? Ja, je spijkerbroek en ik in een katoenen broek. Nou, serieus. Het plakt vast aan mijn benen, jongens. Niet te doen. Komt hij dan droog? Ja. Mijn hike shirt ook, denk ik, maar mijn benen absoluut niet. Maar mag de pret niet drukken. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Ah, oh, dat mag niet, hè, copyright. The singing in the mud. In de modder, ja. Hope. Oh, my sea. Rechtdoor. Ja, loop hem maar, schat. Nee, je ging goed. Maar je hoeft er ook geen drinken te geven met dit weer. Dat is wel heel Nee, leuk. Ik loop met een rugzak met drinken voor hoop. Maar nee, is niet nodig. Niet nodig, hoor. Het is nat genoeg, ze krijgt vocht genoeg binnen. Ja. Dit stukje is wel grappig, dit hebben wij aangelegd zien worden een paar jaar terug. Hebben ze eigenlijk een stukje bos zelf aangelegd. Het zijn ook allemaal loofbomen. Normaal was het bomendag. Ja, volgens mij hebben ze dat met scholen gedaan. Ja. En als je dan ziet hoe groot het nu eigenlijk al is,
geworden. Met hoe kleine boompjes ze toen waren. Ik weet niet hoeveel jaar geleden dat is, maar wel een tijdje. Het is echt grappig om te zien. Maandje hebben we echte grote dennenbomen. Nog een mooi stukje. Je kan wel zien hoeveel regen er al gevallen is. Mega diepe plassen. Waar ook nu zo waar omheen loopt. Volgens mij vindt ze het nu ook nat genoeg. Hè? Huh? Ja. Volgens mij is ze er nou klaar mee. We zijn bijna weer bij de parkeerplaats. Ja, we zijn weer bij de parkeerplaats. Einde van de wandeling. Steintje doorweekt. Ja. Maar wel heel erg leuke wandeling. Dus zeker een aanrader als je hier in de buurt bent. En dan zien we jullie weer bij de volgende vlog. Doei! Nog even het officiële bord. Die niet bij de dingen staat. 5 kilometer Bunderkamp